Nou, ik raad iedereen het boek van Stefan Breijs, De Engelenmaker, aan. Ik vond het zelf vooral een heel fijn boek om te lezen, want je leest er lekker makkelijk doorheen. Wat voor mij het boek zo interessant maakte, was de symboliek en de verwijzingen naar de Bijbel. Dat vond ik erg interessant. En ook de wetenschap die in het verhaal voorkomt. Het begint met Victor Hoppe, die terugkeert na 20 jaar naar zijn geboorteplaats, Wolfheim, met een drieling die best wel misvormd zijn, rood haar en hazellip. En langzaam kom je te weten wat voor gruwelijke praktijk hij eigenlijk allemaal doet met die kinderen. En ik vind dat Stefan Breijs heel mooi en de spanning weet op te bouwen van het begin van het boek naar het einde. Ook lopen de tijdlijnen heel mooi door elkaar. En daardoor wordt de spanning dus zo netjes opgebouwd. En heel langzaam ontrafel je door de geschiedenis achter Dr. Victor Hoppe. Wat hij eigenlijk van plan is en zijn gedachtensfeer. En dat vond ik eigenlijk heel mooi aan het boek. Dus ik zou iedereen willen aanraden om het boek te lezen, want het is gewoon een prachtboek. Gewoon doen.